Binnenkort begint thuis opnieuw en het is lang geleden, dus even een update. Dr. Geert is dood. Hij kreeg een briefopener in zijn lever geduwd. Wie die daar gestoken heeft, weten we nog niet. Maar grote kans dat het Marian is, want zij had het moordwapen in haar handen. Elijn en William keken toe aan de deur van de spreekkamer. Elijn trouwde het afgelopen jaar met Geert, maar dat bleek alleen maar om zijn centen te gaan. Want ondertussen papte Elijn aan met een zekere Henri. Ja, wie dat is, dat weten we nog niet. Maar we weten wel dat Elijn binnenkort met alle centen van Geert gaat lopen. Enfin, dat zijn eigenlijk de centen van Marianne, want die moest eerst een schadevergoeding betalen nadat ze hem valselijk beschuldigd had van huiselijk geweld. Marianne is ondertussen getrouwd met William, die leerde ze kennen aan zee toen ze in een rolstoel zat. Eigenlijk was die een trip bedoeld voor haar BFF, Jenny. Die had net een hartaanval gekregen door al dat gedoe met Peggy. En die Peggy, die heeft het trouwens ook niet gemakkelijk gehad. Ze werd uit het water gered door Frank, kreeg daarna een paar bakkes van Femke, scheide van Peter, kreeg weer ogen, verloor daarna weer die ogen en kreeg ze daarna weer terug. Gelukkig leerde ze ook Renzo kennen. En Renzo, dat is de broer van Femke en de zoon van Nancy. Renzo heeft trouwens ook een zoon, dat is Dylan. Maar Wendy, dat is Renzo's zijn ex, die doet nogal moeilijk over die combinatie Peggy-Dylan. Ja, we kunnen daar geen ongelijk geven, want we weten allemaal dat Peggy niet zo geweldig goed is met kinderen. Peggy heeft trouwens ook ruzie met Waldek. Daarom neemt Waldek ontslag bij Taxileo. Hij werkt nu bij de kabouters. Maar daar was de sfeer ook niet altijd top. Samver gaat haar verzekering bijvoorbeeld te betalen en moest een dikke schadevergoeding betalen aan een klant die in het ziekenhuis lag. Toon had met die klant trouwens nog... Uh, maar dat is een ander verhaal. Die toon heeft trouwens ook niet stilgezeten het afgelopen jaar. Hij speelde eerst een spelletje met Jana en nu probeerde hij het bij Judith, maar dat pakt niet echt. Maar we waren dus eigenlijk bij Sam, die samen met Tim en zwanger van hun eerste kind. Eerst was Sam geen kinderen, omdat ze zelf geadopteerd is. Daarom ging ze op zoek naar haar echte moeder. Ze ging het heel ver zoeken, maar haar echte moeder bleek gewoon bij haar in de straat te wonen. Simon was de gelukkige. Allee ja, echt gelukkig was Simon daar niet mee, want zij ging ervan uit dat haar eigen dochter dood was. En dat was de schuld van die en angel. Ja, ja. Angel is terug en daar is niet iedereen even blij mee. Maar er is nog iemand terug thuis, Frankie, en dat is misschien binnenkort wel Franka, want Frankie wil een vrouw worden en ook daar is niet iedereen even blij mee. Frank was wel blij toen hij zijn jubileum vierde met Simon, maar ook dat feestje duurde niet lang, want zijn eigen broer Luc zorgde voor een kleine verrassing op het feest. Die zat er helemaal onderdoor nadat hij zowel zijn Julia als zijn zaak de Withoeve of was aan uw BP of Lucas events. Wat hij raakt zijn zaak kwijt door zijn eigen stommiteit. Daarom maakte hij een videoboodschap om zijn afscheid aan te kondigen. Dat afscheid dat komt er al snel, want we zagen Luc aan het werk met een koord in de schuur van de Zus en Zo. Oh ja, Jana kreeg ook slaag van Olivia, omdat ze popperke zwam heeft gedaan met Louis. Dat is het lief van Olivia. Dik verdiend dus. Laten we hopen dat er in het nieuwe seizoen van thuis nog veel gemeld, gefeest en ja, ook gestript wordt. Nee, nee.